En dan moet die even weg, ik er beter bij. Dat is dit engeltje op de maan. Mooi, ja. Jees, Katje. Kom maar. 1, 2. Goed zo. Oh, ja, meisje. Hé, hey, jij. Ja. Nu je bent lief, hoor. Ja, schat. Wees lief, hè. Ja, dan ben je lief, hè. Hallo, lieve vrienden. Een hele... hoe moet ik het zeggen? Het is nog steeds middag. Een fijne namiddag. Ja, het is al wel weer donker. Nou, dat ik voor het eerst weer binnen kom vallen bij jullie. Maar het is vandaag zondag de 4 december en we leven om 17 uur 17. Gelijke cijfers. Mag je wens doen. Maar in ieder geval, die doe ik in mijn hoofd en niet voor jullie, nee. Maar ik ben zo laat, dat wil je niet weten, waarom? Nee, ik had vannacht geen oog dicht gedaan en ik viel pas na 7:30 in slaap. En dan weet je het wel, dan ben je niet meer vooruit te branden, dan val je in slaap en dan ben je heel die weg en dan weet je de rest wel. Maar in ieder geval, ik heb de vaatwasser al draaien. Ja, de keuken is weer schoon aan één kant. Morgen de rest. Maar gisteren ben ik jullie ook vergeten af te sluiten. Kan ik niks aan doen. Gewoon weer vergeten. Maar ik had wel wat moois gekocht nog. Ook dat ben ik vergeten te laten zien. Ja, ik zal jullie even omdraaien, zodat ik kan zien wat ik film. Zo, nou dan zien jullie dat de keuken wel weer schoon is aan die kant. Nou, dit mooie beeld heb ik gekocht van moeder Maria. Dat dus niet, dat had ik al, maar het gaat om dit beeld. Ik zal erbij gaan staan, dan ben ik hoger. Hij is zo mooi. Ja. Nou, die heb ik gekocht in dat tuincentrum in de Boet. Maar we hebben nog meer gekocht. Eentje hangt in de kerstboom. En dan moet die even weg, ik er beter bij. Dat is dit engeltje op de maan. Mooi, ja. Vind ik van wel. En dan hangt er aan de kast nog twee engeltjes. En daar ligt een bengeltje. Ja. Dat engeltje. Heeft gekocht. En dat engeltje heb ik gekocht. Ik ben er weer helemaal blij mee. Oh ja! Nou zeg. Wat nou? Nou. Kijk, Elwin die wil het al niet eens. Hey, zie je wel dat jij geen engeltje bent, maar een bengeltje. Hé? Ja, dus ik ben ook nog niet op de booster weg geweest, niks. Ik heb hem nog niet weer aangekleed, niks, de booster niet. Dat ligt er allemaal nog, geen fut voor. En daarbij, het is roetje koud. En niks moet, alles mag, zeg ik dan altijd maar. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De temperatuur in Den Helder is nu 3 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur min 3 graden. Dat bedoel ik. Ja, dan wil je er niet 1, 2, 3 uit. Hé, meisje lief? Hé? Hallo. Malle meisjes. Hé? Ja.
Nee, hun zijn vandaag nog alleen maar in de tuin geweest. Ik moet me nog bij elkaar rapen om toch nog even te lopen met ze. En dan doe ik mijn klein stukje. Maar ik ga eerst mijn koffie opdrinken, want die hek eerst daar staan. En daarna gaan we wel eens een keertje lopen. Ja. Maar ze hebben alles al gedaan hoor, wat ze doen moeten. Ja, en als je eens een keer niet in orde bent en niet vooruit te branden bent, is het helemaal niet erg dat ze alleen nog in de tuin komen. Ze komen buiten, ze kunnen hun energie kwijt, ze kunnen spiegelen, ze kunnen ravotten en doen. En dat spiegelen en ravotten kunnen ze weer niet doen wanneer ik met ze loop. Nee. En dat kan wel in de tuin. Dus. Er ontbreekt hun niks. Hé? Nee. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer reeds maandag en ik... Oh, is dat zo? Oké. Nou ja, weten we dat ook weer. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog en het is dus reeds alweer maandag, de 5e van de 12e en we leven alweer 9 minuten over 3. Wilma die stond voor een dichte deur. Ja, ik lag nog lekker te slapen. Kan er niks aan doen. Ja, moeten we niet 's morgens willen komen, want 's morgens ben ik geen mens. Nee, dat weet iedereen. En ik kan er niet tegen, ik kan dat niet handelen om 's morgens bij tijd al op mijn kooi te komen. Nee. Maar in ieder geval, gedane zaken nemen geen keer. Het boeit me ook 1, 2, 3 niet. Wat ik wel ga doen, dat is zo meteen mijn meisjes even uitlaten. De temperaturen die zijn tenminste weer omhoog, het is 6 graden, dus ja, lekker. Natuurlijk nog wel koud, maar het is wel lekkerder dan het geweest is. We hebben af en toe regen, we hebben af en toe zon en nou ook, het is bewolkt. En ik ga straks ook naar de Voma boodschappen doen. Helaas kan ik jullie niet meenemen, want de booster moet nog natuurlijk helemaal ingericht worden, de nieuwe booster. Als ik terugkom, dan zal ik ook proberen te trachten de booster binnen te krijgen met boodschappen en al. Dus ja, we hebben het nog wel even druk wat dat er gaat. Ja. Maar in ieder geval, vandaag is het ook Sinterklaas. Ja, dat voor iedereen die Sinterklaas gaat vieren, voor vanavond alvast een hele fijne pakjesavond toegewenst voordat ik dat mocht vergeten. Dus bij deze, ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van de dag. En doe het met een lach, want dat vindt Sinterklaas ook niet meer fijn. Dat iedereen blij kan zijn. Ja, want we kunnen rijmen en dichten zonder ons hempje op te lichten. En Sinterklaas, ja, die is gewoon een grote baas en die doet het allemaal, hè. Ja, die brengt toch de cadeautjes allemaal rond, hè. Dat is wel fijn voor groot en klein. Maar oké, lieve vrienden, verhalen gekheid op een stokje. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, alweer een hele goede avond gewenst. Het is, loopt weer tegen 7:15 aan. Nee, dat is het al, die klok. 19:47 is het, dus ja, zometeen televisie aan. Ik moet nog vlog in elkaar zetten, ik moet nog eten. De dames moet ik nog halverwege de avond weer doen. En de booster, die is tot zover klaar. Enkel dat ding moet er nog op om mijn mobiel erin te doen om onderweg te filmen. En mijn luchtvoren moet er nog op. En 2 knuffeltjes met die sleutelringen waar ze aan hangen. Die zijn roestig. Dus ik ben niet krachtig genoeg momenteel om dat erop te krijgen. Mijn kerstboompje zit erop. Ja, maar mijn tas die kan er niet. Want die is te hoog en te breed ook van onderen. Dus hij past er niet in. Want het mandje loopt schuin af naar beneden. Hij is ook lager dan van de solo. Maar het begin is er. Ja.
Dat, ik ben er wel weer blij mee dat ik hem weer tot zover mijn eigen heb. Helaas heb ik ook Sinterklaas en twee zwarte, drie zwarte pieten gezien. Een echte, ja, ze waren zwart, woepie. Die liepen langs me eraan. En op de terugweg heb ik ze aangehouden, maar ik kon niet vloggen, want jullie stonden aan de lader. Ja, en mijn telefoon dat lag hier ook tussen de spullen in. Maar ik heb het ze wel gezegd en die ene Piet die heeft gekeken van hoe ik heet op YouTube. Dus komt helemaal goed, helemaal leuk. Ik vond het grappig. Ja, dat Rijka ging natuurlijk weer tekeer. Kan ook niet anders. Ja, die had dan nooit geen Sinterklaas en Zwarte Pieter gezien. Maar oei. Ik moest wel lachen. Ze gaat tekeer, maar ook aan de andere kant. Wat bang. Wat was dat vreemd. Vreemde kleding aan. Ik kan die lui niet. Ja, hè. Jij, schatje. Kom maar. 1, 2. Goed zo. Oh, ja, meisje. Hé, jij? Ja. Nu je bent lief hoor. Ja, schat. Best lief, hè? Ja, dat is lief, hè? Ben je lief? Ja. Lekker ding. Denk om mijn oorbellen. Ja. Hé? Dan lopen we maar weer. Hup. Dus ja, dat was wel even grappig. Ja, en dat kennen jullie dan helaas dan niet zien. Hè? En dat vind ik dan weer zo jammer. Maar ja, dit stond aan de lade. Mijn telefoon die kon ik niet eens vinden. Lag onder de troonpieren. Ik denk, nou ja, jammer dan pech. Maar ja, er is niks aan te doen. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne pakjesavond. Misschien zijn jullie al aan de gang, ik weet het niet. Ik heb mezelf verwend om die booster weer op te pimpen. Tot op zekere hoogte. En ja, ik moet er nog aan wennen. Hij is nog zo stug en ik moet in een knopje drukken in plaats van aan een hendel te trekken. Hendel trekken vind ik makkelijker dan een knopje drukken. Maar ja, het is allemaal wennen. Komt misschien wel weer in orde. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, nogmaals, geniet ze van jullie pakjesavond als jullie daaraan doen. En geniet van alles met elkaar en van elkaar en van de leuke dingen en de surprises en de gedichten en weet ik veel wat. Geniet er gewoon van. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, er is weer een tijd om af te sluiten met jullie, want het is bedtijd al lang al. Ik loop weer tegen 2:25 is het. Dus ja, tegen 2:30. Dus wij gaan zo meteen lekker een beetje. Maar het is buiten o zo koud dat mijn duimen zijn gewoon pijnlijk van de kou. Ik had wel handschoenen aan. Ja, echt wel. Maar het is gewoon koud, waterkoud. En toch is het 6 graden, dus ja. Het vriest niet. Het is ook niet de gevoelstemperaturen onder nul, dus ja. Eén dame zit hier op de grond bij mij, dat is onze Rijka. En er ligt er eentje op de bank. Onze Elwing. Dus ja, wij gaan zo meteen lekker vandoor naar Dromenland toe. En ik hoop dat jullie ook lekker mogen slapen. En dat jullie een hele fijne pakjesavond hebben gehad. En ja... Ik hoop dat jullie gewoon genoten hebben van alles wat jullie hebben gekregen en wat jullie hebben gedaan, et cetera. En ik wens jullie allemaal ook mooie dromen ervan en straks weer gezond op. En tot aan de andere kant van de nacht.